Verkoelende maatregelen tijdens de eerste dag van de jeugdvierdaagse. Het wandelevenement is woensdagavond gestart. En daarbij kregen de wandelaars op verschillende plekken langs de route een verkoeling aangeboden. Nou ja, door die hitte zijn we wel genoodzaakt om wat maatregelen te nemen natuurlijk. We hebben via onze website, via onze Facebookpagina hebben wij wat oproepen gedaan. Mensen wat tips gegeven. We hebben wat sponsoren bereid gevonden om onderweg wat dingen uit te delen. We hebben contact gehad met de brandweer die wat leuks in petto hebben voor de wandelaars. Dus we hebben diverse zaken voor tegen de hitte geregeld. Warmte. Nee, want we zijn net lekker onder de douche geweest. Oh. En een nieuw liedje verzonnen. Ja, zing dat liedjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We krijgen een douche, we krijgen een douche, we krijgen een douche. Heb je het niet warm? Ja, best wel. Ja? En wat vind je van die sproeiers? Soms wel een beetje vervelend, maar ook wel fijn soms. Aan de baas. Vind je het nog leuk? Ja. En ben je nog niet moe? Nee. En heb je het niet warm? Nee, valt wel mee. Door al die sproeiers. Ja, wat vind je van die sproeiers? Ze zijn eigenlijk wel verfrissend. En daardoor kan ik ook goed blijven doorlopen. De organisatie van de jeugdvierdaagse besloot eerder dat de wandelaars van de 15 kilometer vanwege de hitte hun route konden inkorten. Er deden iets meer wandelaars mee dan vorig jaar. Iets meer aanmeldingen en dat zit ongeveer op de, voor de jeugdvierdaagse zelf op de 1900. Waarschijnlijk zullen er aankomende zaterdag bij de dagwandeltocht nog een 500-600 mensen bij komen.